Nijmegen heeft er lang op moeten wachten, maar zaterdagmorgen om 11 uur, dan is het toch echt zover. Heldro IJs in de Burgstraat opent haar deuren. Toch? Ja, je zou het nou nog niet zeggen, maar het gaat echt goed komen. Hoe dan ook, we gaan morgen om 11 uur open. Ja, we lopen op schema. We hebben wel kleine tegenslagen gehad, maar ja, dat hoort wel een beetje bij een verbouwing als deze. Dus we maken ons absoluut geen zorgen erover. Maar het is wel hard werken. Maar dan heb je dadelijk ook iets heel moois. Het wordt hier ter plekke gemaakt. Als het gaat om het ijs, het schepijs, waar mensen ook in Ottersum altijd voor in de rij staan. Dus we hebben het schepijs voor nu, hè, voor ter plekke te eten. Dat maken we hier vol in zicht. Dus in de winkel hebben we hier een mooie ijsmachine staan waar constant vers ijs gemaakt wordt. Wat vervolgens meteen de vitrines in gaat. En vervolgens wordt dat eruit geschept op een horentje, bakje, net wat u wil. Met daarop de topping. Die ook van naar smaak. Hè. En we hebben voor thuis hebben we uiteraard ook nog wat ijs. Want ja, sommige mensen vinden het ook lekker om er gewoon thuis van te kunnen genieten. En dat pakken we dan netjes in. Dat ijs, dat wordt wel in Ottersum gemaakt. Maar alles wat vers is, dus het verse schepijs, is echt hier zelf gemaakt in Nijmegen. Nou, kom maar door met dat recept dan. Ja, er zijn ook een aantal geheimen. En daar is Heldro ook groot mee geworden. Het bestaat al 80 jaar. En het belangrijkste geheim is nog wel het recept natuurlijk. Maar jullie mogen wel komen kijken hoe het er nu binnen aan toe gaat. Ja, dit zijn de ijsmachines. Hier gebeurt het dus ook. Hier wordt constant vers ijs gemaakt. Ja, we hebben dus een geheime mix. Een geheim recept, wat al sinds jaar en dag zo in Ottersum gemaakt wordt. Maar nu straks ook in Nijmegen. En die heerlijke mix die gaat in de ijsmachine. En een aantal minuten later dan heb je het bekende Heldro ijs. Ja, ik heb al een lijntje met boven. Die luistert niet altijd, maar af en toe dan is hij ons wel goed gezind. En het lijkt erop dat het de komende dagen wel snor zit.